Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Leni en 15 mei hebben we alweer nieuwe maan, een nieuwe maancyclus. Exact om 13:49 en een nieuwe maan staat in het teken stier. Nu, de zon die staat ook nog steeds in stier. Dus heel veel aarde. Nu, de planeet Uranus die komt ook in het teken stier, enkele uren na de maan. Maar als je daar meer wil over weten, dan verwijs ik je graag door naar mijn Facebookpagina. Dat is Kracht van Licht. Ik zal enkele linkjes plaatsen. Er zijn mensen die daar veel meer over kunnen vertellen. Uranus zal in stier zal ook de komende tijd, voor een langere periode, toch best wel wat invloed hebben op de energie. Dus ga daar zeker wat over lezen. Al wat jou interesseert. Maar nu vandaag even over de nieuwe maan, nieuwe cyclus. Nu, het is mij vooral opgevallen, ook al zitten we met die grote veranderingen en die nieuwe start. We hebben toch nog altijd de neiging om ons vast te houden aan de zekerheden, hè, het aardse. En dat is niet onlogisch, want hè, met dat teken stier. Onze zekerheden, bijvoorbeeld zoals ons werk, onze financiën, onze gezondheid, dat is allemaal heel erg belangrijk, of dat denken we toch. Nu, bij de voorbereiding van deze video kreeg ik wel een aantal keer het thema gezondheid door. Dus het is toch wel belangrijk dat we in deze periode echt wel voor onszelf zorgen, zowel fysiek als mentaal natuurlijk. Dus zorg goed voor jezelf en voor je gezondheid. Dus het zou wel kunnen dat je voelt dat je weerstand iets minder is of dat je je toch wat extra moet beschermen of wat meer slapen, rusten, rustig aandoen. Ik heb dat ook op mijn Facebookpagina geschreven vorige week. Vanuit de vrouwelijke energie wordt ons toch aangeraden om het heel rustig aan te doen. Dus als je heel gevoelig bent of een heel emotionele periode achter de rug hebt, doe dan even een stapje terug, zelfs als je kan, of neem voldoende je rust. Nu, algemeen deze nieuwe maan kan best wel wat angsten naar boven brengen. Het is een beetje een algemeen thema. Die angsten die komen eigenlijk voort uit het feit dat we in die verandering zitten en eigenlijk vasthouden aan die valse zekerheden, bepaalde zekerheden, en dat we die eigenlijk moeten kunnen loslaten. Dus het is tijd dat we leren te voelen, dat we gaan voelen dat de veiligheid echt wel binnenin ons zit. We kunnen altijd en overal op onszelf rekenen. Het is tijd om in te zien dat alles en iedereen rondom ons ons eigenlijk geen echt gevoel van veiligheid, wel ons een gevoel van veiligheid geeft, maar eigenlijk geen veiligheid geeft, hè. Of heeft gegeven in het verleden. Dus die zaken die gaan dan ook verdwijnen. Daar heb ik het in de vorige video's voldoende over gehad. Zeker als we willen gaan doorgroeien, hè, dan is het belangrijk om die dingen waar we ons aan hebben vastgehouden en die ons eigenlijk nooit echt ondersteund hebben of aangezet hebben om verder te gaan of door te groeien, om die los te laten. We zijn sowieso van niks zeker in dit leven. Hè? Het enige waar we op dit moment echt zeker van mogen zijn, is ja, die veranderingen. Dat is een zekerheid. Dat is iets wat nu eenmaal gebeurt, of je het nu wil of niet. Elk van ons zal daar op een of andere manier mee te maken hebben. Het is een tijd om je leven opnieuw in te richten. Nu, er is een constante verandering in de energie. De afgelopen weken, ik zou eigenlijk iedere dag een stukje moeten kunnen schrijven over wat er dan weer naar boven komt of wat er dan verschuift. Dus hoe ga je daarmee om? Hè? Het is ook een vraag die ik heel vaak krijg. Ja, er gewoon in meegaan. Erop vertrouwen, weten dat het jou ergens brengt. Niet in die angst gaan zitten natuurlijk. Dus proberen te ontspannen en gewoon meegaan in de verandering. Er gewoon voor openstaan. Weten dat het
oude eigenlijk al lang achter ons ligt. Dus dat wat geweest is, ja, is gewoon geweest. En nu hebben we een beetje een blanco blad. En ja, alles wat nu naar ons toe komt, als we dicht genoeg bij onszelf zijn, alles wat nu naar ons toe komt, dat past wel bij ons. Dus ja, wat ik ook wel wil zeggen, is dat deze nieuwe maan, zeker de eerste dagen, die zal ook wel onze creativiteit stimuleren. Dus wees creatief in het omgaan met deze verandering. Ik bedoel daarmee dat je misschien eens andere dingen kan proberen. Dus deze energie daagt jou uit om eens iets nieuws te proberen. Om eens anders om te gaan met bepaalde zaken. Om eens te proberen om anders om te gaan met alles wat er in je leven gebeurt. Om het eens anders aan te pakken. Om misschien totaal andere dingen te proberen. Dus wees gewoon creatief, dat is de boodschap. Laat je gevoel spreken en durf het ook eens anders te proberen. Gewoon wat jouw gevoel je aangeeft. Nu, ik zei het daar straks al, het draait allemaal om angsten en angsten loslaten vooral. En toch durven meegaan in het nieuwe. Dus deze nieuwe maan kan jou ook echt wel nerveus maken. Of jou het gevoel geven dat je geen zekerheden meer hebt in het leven. Maar dat zet ons nu net aan om te zoeken. Hè? Velen gaan zoeken. Op dit moment nog niet echt bij iets concreets uitkomen. Maar het gaat jou uiteindelijk brengen bij iets nieuws. Hè? Iets wat verandering brengt in jouw leven. Of wat jouw leven totaal verandert. Puur omdat we andere keuzes uiteindelijk gaan maken en andere mogelijkheden gaan zien of andere manieren gaan zien om met bepaalde zaken om te gaan. Dus het zet aan tot zoeken. Je zal dat misschien merken bij jezelf, dat je meer begint rond te kijken, misschien nog altijd een stukje uit angst van waar moet ik naartoe of als ik dit niet aan kan, hoe pak ik dit aan? Of waar ga ik me dan op focussen? Dat je niet goed ziet wat het alternatief is. Dat komt wel. Dus laat die energie zijn werk doen. Dus de komende weken worden we uitgedaagd op heel veel vlakken. Ten eerste omgaan met bepaalde angsten. Bepaalde angsten overwinnen. Maar dit is echt wel belangrijk. Dit is om ons verder te helpen. Hè? Want datgene waar we nu net bang van zijn, is net hetgene wat ons verder zal helpen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar kijk eens bij jezelf wat jou lang misschien tegenhoudt of wat jij zelf al lang eigenlijk uit de weg gaat. Misschien omdat het te confronterend is voor jou. Of omdat het zaken zijn die voor jou heel onduidelijk lijken. Of omdat je niet weet wat het jou zal brengen in de toekomst. Of omdat het te veel met jezelf doet. Omdat het je te veel met je gevoelens confronteert. Ja, ik wil het nog eens herhalen, want dit is echt wel belangrijk. Wat houdt jou tegen om bepaalde stappen te zetten, om bepaalde dingen te doen? Dingen kunnen misschien te confronterend zijn. Het kan zijn dat je niet weet wat het jou zal brengen in de toekomst. Dat weet trouwens niemand, maar dat je totaal niet ziet waar het jou zou kunnen brengen. Of omdat je niet weet wat het met jou gaat doen. Omdat het jou te veel met je eigen gevoelens en met jezelf confronteert. Dus ga eens kijken waar jouw angsten zitten en waarom je bepaalde dingen uitstelt of niet helemaal in jouw leven toelaat. Uiteindelijk zijn het onze angsten die ons weghouden van onze verlangens. Datgene waar we eigenlijk bang voor zijn, is eigenlijk ons verlangen. Dat is onze wens. Datgene wat we graag willen, daar zijn we vaak bang van. Dus wees je daar wel eens bewust van. Eigenlijk ben je bang voor datgene wat je graag wil. Want wat zou er gebeuren als we gewoon gelukkig zijn, als we enorme vrijheid hebben, als we gewoon onszelf zouden kunnen zijn en kunnen doen wat we graag doen? Stel je maar eens voor wat er dan gebeurt. Dat kan heel beangstigend zijn.
Dus je bent eigenlijk bang voor je eigen verlangens, omdat ze ja, puur op gevoel zijn gebaseerd. Je verlangen, dat is puur, dat spreekt vanuit je hart. Hè? Dat, zo van, dat is hetgene wat ik wil, wat bij mij past, dat voelt goed. En dat kan je meestal ja, gewoon met je verstand niet plaatsen. Dus waar voel jij je tot aangetrokken? Wat raakt jou op een dieper niveau? Wat is voor jou tegelijkertijd misschien een beetje mysterieus, maar tegelijkertijd ook heel aantrekkelijk? Wat maakt jou bang omdat je niet weet wat het jou gaat brengen? Waar ben je bang van? Misschien omdat je niet weet wat het met jou zal doen. Ben je bang dat het te veel in jezelf teweeg zal brengen? Dat het te veel ja, in jezelf zal doen? Dat je andere dingen zal voelen? Dat het je dingen zal laten zien? Ben je bang voor dat nieuwe stukje? Ben je bang dat je leven helemaal zou kunnen veranderen? Hè? Dat kan ook. Heel veel mensen zijn bang voor verandering. Hè? Ben je bang voor een nieuwe kijk en dat je dan ja, opnieuw, ja, opnieuw in het leven zal moeten zetten omdat je een andere kijk hebt gekregen op bepaalde zaken en dat je heel veel dingen zal moeten herzien. Dat andere, dat nieuwe, misschien ongekende gevoelens naar boven kan halen in jezelf. Dat kan ook. Dus dingen die je eigenlijk heel graag wil, maar waar je bang voor bent. Wat is dat bij jou? Dat is een beetje mijn vraag naar jullie toe. Ik ga je kijken wat de kaarten geven. Oké, ik ga eerst even naar de kristallen nu. Dit zijn mijn kristalletjes die ik meestal neerleg bij een reading. Het is gewoon bergkristal, rozenkwarts en voor mij aquamarijn, omdat dat mij op een of andere manier rustig maakt, ten eerste. Dat helpt mij op een of andere manier ook om te spreken. Dus aquamarijn en de keel. Ook trouwens, ja, die stier die doet best wel wat, hè, met de nek, de keel. Het zou wel kunnen dat je best wel wat spanningen voelt. Ter hoogte van de schouders, de nek. Of dat je misschien wat last hebt van de keel en de luchtwegen, neus, oren, alles wat ermee samenhangt. Nu, hier heb ik al een apofiliet klaar liggen. Het is een van de kristallen die ik naar voren kreeg. De werking van apofiliet, die kan je lezen op mijn website. Ik zal de link ook plaatsen onderaan deze video. Bij mij maakt hij mij vooral rustig. Hij geeft mij wat ademruimte. En natuurlijk ook de mokaïet. En ik had enkel mijn schedeltjes, want ik zit nog volop in de verhuis. Hè. En dit zijn schedeltjes in mokaïet. Het is eigenlijk een heel aardende steen. Je hebt daar ook donkerrood bij. Ik ga ze even wat dichterbij moeten zetten voor de camera blijkbaar. Je hebt daar gele soorten, de meer grijze soorten in, donkerdere. En dan ook de donkerrode versie. Soms ook iets wittere, geelachtige kleuren zitten in de mokaïet. Maar het is een heel aardende steen. Het was bij de twee eerste chakras, het basischakra en vooral het sacrale, het heiligbeenchakra. Dus mokaïet en apofiliet waren de twee kristallen die ik hierbij kreeg. Ik ga even kijken wat de kaarten zeggen. Deze ook even. Om verder leen. Eerst even voor een kaart die aangeeft hoe onze situatie er op dit moment uitziet. In het bewuste stukje. Ik denk dat je het wel heel duidelijk ziet. Dit ook even een beetje opschalen. Een inzichtskaart. Hoe kunnen we verder?
kan ons verder helpen. Oké, toch niet. In het midden. Daar waar we ons bewust van zijn. Ja, het bewustzijn, het wakker worden. De kaart is ook al in het verleden naar boven gekomen. Dus dit is nu aan de gang. De figuur op de achtergrond. Dat waren wij, als het ware. Dus dit komt open en onze ware zelf komt naar buiten. Dus wie we werkelijk zijn... kunnen we niet langer verstoppen. Dus het is als het ware een vlam, hè? Het is iets wat openkomt. Best wel een kaart die misschien een beetje vreemd kan overkomen. Het is gewoon dat wat we heel lang, heel diep binnen ons verstopt hebben, dat komt naar buiten. Hè? Dus ik hoef hier niet zo heel veel uitleg bij te geven. Het is gewoon bewustzijn. We worden ons enorm bewust. En of we daar nu mee bezig zijn of niet, het gebeurt gewoon. Hè? Dat is ook een vraag die ik vaker krijg. Dus we kunnen onze ware aard niet meer verstoppen. En er zal altijd iets in ons zijn wat zal zeggen van... Nee, die kant wil ik op. Ik wil hier niet langer meer blijven. Dit voelt niet meer goed. Ik moet hier iets veranderen. Ik moet dit anders aanpakken. Dit kan ik niet langer meer. Waar we ons bewust van zijn. Going with the flow. Meegaan met de stroming. Laat je maar meedrijven. Het is het advies wat ik daar straks al gaf. Van hoe ga je om met die verandering? Ja. Ga gewoon mee. Zonder al te veel na te denken. Laat je meedrijven. Weer een kaart waar ik niet zo heel veel uitleg bij hoef te geven, denk ik. Dus ontspan en laat je meedrijven met, zoals in deze kaart, het water. Laat je meedrijven op de energie. Ga er zeker niet tegenin, want dan maak je het jezelf moeilijk. Dus ga mee met de stroming, ga mee met de verandering, ga mee met die nieuwe energie. Eerst even verder kijken. Waar we ons niet bewust van zijn, wat van buitenaf komt. En ik vind dat een hele mooie kaart. Het is wel een vuurkaart die zegt van, onderneem wel iets, maar dit is wel op een zachte manier. Ga vooral ervaren. Ga heel veel dingen doen, aanvoelen, laat het tot jou komen. Doe ervaring op, kijk wat het met jou doet. Ga voelen wat het met jou doet. Deze vrouw loopt in de natuur en bekijkt alles wat van dichterbij. Gaat naar wat het met haar doet. Hoe alles iets in haar raakt en hoe ze daarmee kan omgaan. Dus deze kaart zegt van oké, je bent je nog niet bewust van het feit dat je eerst nog wat dingen mag gaan ervaren. Gewoon tot jou mag laten komen voordat je misschien bepaalde keuzes maakt of... definitief een andere richting inslaat. Dat kan bijvoorbeeld zijn hè, dat je bepaalde hobby's of nieuwe zaken gaat proberen. Is het niks voor jou, dan is het niks voor jou. Maar ga gewoon eens kijken wat het met jou doet. Zo leer je jezelf ook een heel stuk beter kennen. Hè. Dan weet je, misschien ontdek je wel kanten in jezelf waarvan je niet wist dat ze daar waren. Dat je dingen in jezelf hebt. Talenten misschien. Hè? Waarvan je nog geen weet wat had. Inzichtskaart. We zijn de wereld. Hè? Wij zijn allemaal één. Waarom deze kaart als inzicht naar voren komt? Nou, het is een tijd om. We gaan uiteindelijk wel met de juiste mensen verenigd worden. Met de juiste mensen bedoel ik. Mensen die echt wel ons kunnen ondersteunen en waar we elkaar kunnen aanvullen. En het gaat nu over het grotere stukje. Het is niet alleen de aarde, maar ook de kosmos er rond, hè, de sterren er rond.
het grotere geheel komt naar voren. En steeds meer mensen worden zich toch wel bewust dat er iets groters aan de gang is. Trouwens, als je naar deze video kijkt, dan weet je dat er heel veel gebeurt in de energie. Dat er heel veel mensen hetzelfde voelen, hetzelfde meemaken. Ook voelen dat we allemaal een bepaalde richting uit moeten. Of dat we allemaal een bepaalde taak hebben om één geheel te vormen. En dat we, ja, klinkt een beetje cliché, maar dat we dus echt wel naar een betere wereld kunnen. Dat we samen de aarde een andere energie kunnen geven vanuit onszelf. Samen met alle anderen. En ik krijg veel mensen over de vloer die zich heel erg alleen voelen. Omdat ze denken dat ze die hele transformatie alleen moeten doormaken. En zich niet begrepen voelen door, door mensen uit hun omgeving. Maar uiteindelijk zijn er heel veel lichtwerkers heel erg actief bezig. En oké, we zitten allemaal een beetje verspreid, maar we zijn met velen. En als we allemaal ons dingetje doen, dan kunnen we ons toch op een of andere manier verenigen. En dit is ook wel een inzichtskaart. Van weet dat je niet alleen bent. Dat we samen voor dit alles zorgen. En dat we ook een energie delen. Hè? Dat we net die energie delen. Ik ga even kijken waar het ons brengt. Ah. We hebben het altijd al over verandering. En het is niet makkelijk. En ik zei dat net ook al, hè, die transformatie en jezelf vinden en bepaalde angsten overwinnen. Het is een lange weg geweest voor velen. Maar dit is de kaart van moed. En die bloem die staat al in bloei. Maar ze is wel gegroeid op een rots. Dus daar is ergens een zaadje terechtgekomen. Die heeft heel weinig voeding gehad. Maar toch is ze erin geslaagd om te gaan bloeien. Dus dit is een beetje, ja, het zijn allemaal kaarten die eigenlijk gewoon weergeven wat er is. Dat is dat we eigenlijk heel veel moed in ons dragen. Wees je daar ook bewust van. Je gaat dat blijkbaar ook voelen, want het is een beetje een toekomstkaart. Dus dat je heel binnenkort zal kunnen openbloeien. Maar dat je nu misschien het gevoel hebt dat je het moet doen met heel weinig energie, heel weinig voeding. Misschien gewoon weinig steun uit jouw omgeving. Of dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. Maar dat je toch wel je kleur zal kunnen zien. Dus je gaat eigenlijk van het donker naar het licht naartoe. Dus weet dat we weldra bij dat licht komen. Dat de zon ons dan wel zal kunnen voeden. Dus dat echt wel van buitenaf komt. En dat we dan helemaal daar kunnen zijn. Ik vind het een beetje een reading waar ik niet heel veel uitleg bij hoef te geven. Als jullie vraagjes hebben, dan mogen jullie die altijd onderaan deze video plaatsen. Dat mag altijd. Heb je nu graag een persoonlijke reading, zoals ik deze hier heb gedaan, met dan nog een aantal kaarten die mij wat meer informatie geven over jouw persoonlijkheid, dan kan dat ook via video, zoals je het hier nu ziet. Of ik kan die ook uitschrijven en jou sturen via mail. Meer uitleg daarover vind je op mijn website en Facebookpagina. Dus contacteer mij gerust als je een reading wil voor jezelf. Waar jij op dit moment doorgaat en welke obstakeltjes je misschien nog wat hebt in jezelf. Of welke dingen jou nu net vooruit kunnen helpen. Hè? Want dat is toch ook wel heel erg belangrijk. Dus we worden ons bewust, er komt heel veel open, onze ware ik komt echt naar buiten, die laat zich nu zien. Dus laat jezelf gewoon meedrijven. Ga niet vechten tegen alles wat gebeurt, maar ga gewoon mee in die verandering. Ga vooral ervaren, kijk en voel wat het met jou doet. Wees daar heel rustig in, maar doe dat wel. Ga binnenin jou voelen. Neem al die prikkels in jou op en kijk wat het met jou doet. Zo ga je ook wel vinden wat er bij jou past. Je bent niet alleen als inzichtkaart. Uiteindelijk zijn we allemaal met elkaar verbonden en doen we iets veel groters. Elk op onze eigen manier, maar echt tezamen zijn we echt wel aan het werk. Gaan we echt tezamen door iets door, dus je bent echt niet alleen. En het vergt moed. Maar
eigenlijk zijn we er bijna. Dus dat zaadje dat lang geleden daar in het donker is geplant, is tot bloei aan het komen. Dus binnenkort hebben we die volle zon. En dan kunnen we vooral genieten, hè. Dus ik wens jullie nog een hele fijne nieuwe maan. Fijne nieuwe cyclus. En tot heel binnenkort. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.